rechts allemaal te zien krijgen. Ik heb wel twee mededelingen vooraf. De eerste is verdeeld. Want u zult begrijpen, bruggetjes konden ze best wel bouwen. Maar ja, wat zou ze naar huis doen, hè? Nou, hij heeft het prima gedaan, hoor, want dit stamt al uit 1526. Stevig zat dus. U zult begrijpen, te zijner tijd zal dat hier ook gaan gebeuren. Hè? Zo gaat dat. Een privéwoning, alleen ja, jammer voor die mensen, ze hebben er niks meer aan, want alleen wij mogen hier varen. Maar vroeger waren er natuurlijk honderden van dat soort toegangen naar het water. Niet al de stad. Aan de rechterkant kunnen we niet zien, maar daar liggen de Parklaan en de Spinhuiswal. Die zijn nog drukker. Want u moet zich even realiseren. Tijd voor justitie. Verhuis naar de andere kant van de stad in een modern gebouw. Hè? Want, ja, zo moet dat tegenwoordig allemaal. Waar dan van waar we nog de stad bent hier. En mensen die vaak meevaren, ieder jaar wel een keer. En die weliswaar weten dat het aan boord niet toegestaan is om te eten en te drinken. Vooral kronkelig en werkelijk pikkendom. Wij kunnen daar alleen in met kleinere bootjes en mensen die last hebben van claustrofobie. Wordt ook altijd af. Nou ja, die hebben ze hier in de stad nog steeds nodig. Want als Bossenaren jong zijn, dan willen ze allemaal buiten de stad wonen. Een huis, een tuin, de ruimte. En als ze dan wat ouder worden, beginnen hier op de originele oude stadsgracht uit het jaar 1200. Varen weer onder een straat door. En die straat heet achter het stadhuis.